Oh my god, dit wordt ook helemaal rood. Koud weer hoor. Ik had het eigenlijk wel iets kouder verwacht, maar het is gewoon wel koud. Dat is gewoon een feit, maar goed. Vroeg man. Ik heb er echt geen trek meer in om elke dag om 10 uur te beginnen. Of 7 uur nog eerder. Dus ik heb deze week sowieso al mijn shifts weggegeven en ik ga even mijn beschikbaarheid aanpassen. Dus ik hoef alleen vandaag te werken, voor de rest ben ik heel week vrij. Maar dan kan ik lekker video's maken voor jullie. Echt de laatste tijd, I don't know what's going on, maar ik heb zo'n slechte huid. Ugh, viezig gewoon. En dan moet ik ook nog even tanken. Zo, klaar met werken. En nu gaan we sushi eten. Ik denk zij. Ja, wat dan? Jawel. We zitten sushi te eten en er zijn echt twee onbeschofte honden, jongen. Dat is niet te maken. Ja, ze doen echt onbeschoft gewoon. Can't handle it. Dat is gewoon geen cultuurkloof meer of zo. Dat heeft gewoon te maken met dat je gewoon onbeschoft bent. Punt. En ja, het is misschien ook onbeschoft dat ik dit naast hen doe, maar ze verstaan me toch niet. Hoop ik. Nee. Daar zaten ze. Zo, ik ben weer thuis en fucking chill eigenlijk. Ik heb gewoon weekend. Ik hoef pas over 5 dagen weer te werken. Oeh, ik zit mega erg vol. Ik kan niet wachten tot ik thuis ben. Mijn broer zegt dat hij mijn kamer heeft opgeruimd, maar het is altijd maar te bezien in hoeverre hij dat ook echt heeft gedaan. Hij is trouwens weer naar Rotterdam toe. Dus vanavond weer gelukkig in mijn eentje slapen. Dat scheelt ook weer. Dus, oh, heerlijk. Gewoon lekker, lekker video's maken. Nu ik toch weer mijn camera heb, vind ik het weer fucking chill dat ik gewoon lekker nu al mijn vrije tijd in video's maak kan steken. Ik moet natuurlijk nog wel even leuke ideetjes verzinnen en zo. Maar echt blij om. Echt zo chill dat ik hem weer heb. Zal ik hem nu nog steeds niet had, was ik echt gek geworden gewoon. Nou, ik vind het best wel koud en ik ga dus even douchen. Maar ik wil sowieso mijn haar een tijdje afwerven. En ja, nu ik toch ga douchen en morgen vrij ben. Stel mislukt, dan kan ik morgen nog even een noodoplossing bedenken. Ga ik mijn haar verven. En ik ga doen met dit. Het is donkerroodbruin, dus ik ben benieuwd. Ik neem aan, je hebt deze twee potjes, dat je ze gewoon bij elkaar moet doen. En vervolgens komt er iets uit. Even kijken. Het stinkt niet zo erg, normaal stinkt het meer. Oké, ik ben echt dom. Ik ging ervan uit dat je het moest schudden. Niet schudden. Alright. Ja, zit ik hier mee? Oké.
Hoe dom ben ik ook? Even handschoentjes aan. Ja, dan ga ik het maar zo eens smeren, denk ik. Wat de fuck ben ik aan het doen? Hij moet eerst opengedraaid worden. Nee, straks spuit ik die camera onder, want dat vergeef ik mezelf nooit. Oh my god, dit wordt ook helemaal rood. Oké, het zit er volgens mij allemaal in. En nu moet ik een half uur wachten. Als ik dit moet geloven, wordt het aardig rood. En ook als ik naar dit kijk. Als ik naar dit kijk, al helemaal. Nou, dit is best snel weer schoon. Nu ga ik gewoon even een half uurtje wachten. Oh, het kietelt wel. Ik wil echt krabben, maar ik wil er ook niet aan zitten. Oké, het heeft er nu iets langer dan een half uur ingezeten. Oeh, oké, dit was niet de bedoeling. Oké, nou goed, ik ga de douche aanzetten. En het eruit wassen. Spannend. Ik heb mijn haar uitgekamd en ja, het is nog nat, dus het is nu heel donker. Maar ik zie wel een klein beetje een rode gloed in de spiegel. Dus ik ga het even feunen en dan zullen we het zien. Ik ben benieuwd. Oké, mijn haar is redelijk droog nu. En of ik verschil zie? Het is volgens mij wel gewoon donkerder geworden. Zeg maar, het is ook meer egaler, want ik had eerst hierboven wel donkerder dan dat ik het hieronder had. Maar ja, alleen in bepaald licht zie je zeg maar een beetje een rode gloed eroverheen. En voor de rest is het gewoon donkerder geworden. En op zich ben ik er wel blij mee, want het is niet, gewoon niet mislukt. Je ziet geen rare kleur of zo. En ja, het wordt toch winter, dus ik wil sowieso wel iets donker. Ik zat echt te twijfelen over zwart, maar ja, daar kreeg ik echt best wel veel reacties op dat ze zeiden nee, niet doen. Terwijl ik wel een keer zwart haar heb gehad en dat vond ik best wel oké staan gewoon eigenlijk. Maar ja, het is niet een hele drastische verandering, maar ja, gewoon even mijn haar allemaal dezelfde kleur. Ja, oké, top. Dat nou anderhalf uur moest duren, maar oké. Ja. Ik heb trouwens echt een mega charmante broek aan. Echt, hoe bedoel je, kerstachtig. Ik weet niet met mijn haar. Ik wil gewoon een keertje iets anders. Misschien een pony of zo. Moet ik dat doen of niet? Ja, dat vind ik wel heel drastisch. Waarschijnlijk als jullie allemaal zeggen, ja doen, doe ik het alsnog niet. Dus, Ik was trouwens mijn voorraadkast zo zat. Het was zo'n zooi. En nu heb ik er dus theedoek en zo in gedaan. En heb ik mijn eigen la hier gemaakt. En dat is veel overzichtelijker. Echt, dit is zo irritant om elke keer zeg maar in die kast te moeten graaien. En dan... Dus dat ging niet meer werken. Ik zit echt een beetje te kutten nog met dat schermpje wat daarboven zit. Zeg maar, of die dan scherp staat of niet. Maar nu is de achtergrond wazig en ik scherp. Dat vind ik mooi. Ja. Heel grappig, er is zo'n vierkant blokje om mijn hoofd heen. Dat beweegt elke keer mee. Daarom doe ik nu zo spastisch. Pakketje binnengekregen en hier komt een shoplog van. Tenminste, als deze vlog online staat, staat de shoplog ook al online. Dus de link van die shoplog staat in de beschrijving. Als je die nog niet hebt gezien. Roy Donders aan de television. En mijn haar is trouwens fucking rood. Ik ging net in de lift staan. En ja, nu zie je het weer niet. Hoe kan het dat je dat op beeld niet ziet? Het is serieus, maar het is echt vet rood. Mm.
Ik kijk op RTL dat programma Sex Academy en F Serieus. RTL heeft vaker van dat soort programma's dat ik denk, wow, hoe kan je je daar in hemelsnaam voor opgeven? Wat gaat er om in je hoofd? Maar, oké. Okay. Echt, bij gebrek aan glazen zit ik echt al day aan een wijnglas met water of siroop of weet ik het wat. Geen zin om mijn vaatwasser te doen even op dit moment. Het is 11 uur, Fem en Antea liggen allebei al op bed. Dus ik ben gewoon een beetje met mensen aan het praten op WhatsApp. En ik ga denk ik zo ook maar mijn bed in. Misschien nog even een filmpje kijken of zo. Daar heb ik op zich ook wel zin in. Een andere camera is toch wel even wennen. Bijvoorbeeld met video's die ik heb opgenomen en zo. Alles bijhouden. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Maar die instellingen zijn gewoon weer anders. Dus het is toch wel weer even... Ja, gewoon wennen. Ik heb nog een aantal video's die ik op wil nemen. En ik ga ze even uitschrijven nu. Want ik heb nu toch niks te doen eigenlijk. En ik ga morgen sowieso een shoplog opnemen. En misschien nog een andere kleine extra video. Mijn broer is trouwens weer terug in Rotterdam. En hij komt morgen weer naar Amsterdam. En dan ga ik ook nog een video met hem opnemen. Dus daar heb ik ook wel zin in. En misschien wil hij ook zijn eigen YouTube kanaal gaan starten. Dus laat even weten in de reacties of jullie dat leuk lijkt. Want ik heb al een video met hem opgenomen. Maar dat was de smoothie challenge. Maar die was niet echt een succes. Toen was ik echt ook net bezig en zo. En ik had toen helemaal niet door dat mijn camera totaal niet scherp was gesteld. Dus vet zonde. Maar er komt dus binnenkort nog een nieuwe video. Ik denk binnen nu en 2 dagen. Vanaf dat deze vlog online staat. Dus ja, laat even weten in de reacties of jullie het leuk lijken als hij zijn eigen YouTube kanaal begint. Ja. Ik ben echt geen Kim Kardashian hater. Maar deze jurk die ze hier draagt. Die kan echt niet. Het is echt een zooi hier in de kamer. Maar ik heb echt geen zin om het op te ruimen. Ik ga lekker slapen. Ik ben morgen toch vrij. Dus ik ga het morgen gewoon doen. En ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En ik hoop dat jullie nog een beetje zin hebben in mijn vlogs. Dus ja. Top.